Lars van de Hamel aan de leidinggevers, in de tweede of de derde plek is het dik de bal. Uit die tweede bocht komen er nog steeds van de Hamel met Schevers in gevecht. Schevers probeert het links, probeert het rechts, buitenop in het doorgaat. En met de aanval komen straks door naar 1. Schevers van de Hamel, tank de bal, gaat daar de top 3 afronden. En de boys 14 jaar B-finale.